ons naar de hoogleraar gaan, want die gaat ons mee terugnemen naar het jaar 1972. Want een mens zou kunnen denken, nog nooit is de mensheid zich zo bewust geweest van de kwetsbaarheid van onze planeet als nu. Maar dat is eigenlijk een stelling die voor discussie vatbaar is. U moet eens kijken. We zijn dus 1972 en we zitten in Stockholm. Conferentie van de Verenigde Naties. En vooraan, helemaal vooraan aan het podium, staat op dat ogenblik nog Prins Albert. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Comme bien d'autres pays, la Belgique souhaite qu'il soit reconnu de façon universelle que la qualité de l'environnement est à la fois un droit et un devoir pour chaque individu comme pour chaque État. Mais nous ne pourrions, à notre niveau de responsabilité, soulever un tel problème devant l'opinion mondiale si nous n'étions pas en mesure de le caractériser avec une suffisante précision et d'indiquer pour le traité des voies raisonnables d'action efficaces. Ik heb het niet bewust meegemaakt, u ook niet. Hè? U was nee. Één jaar toen op dat ogenblik Geert Bulus, hoogleraar Nederlandse letterkunde in Utrecht. En u heeft een dik boek geschreven over de jaren 60, waarvan de mensen u misschien wel kennen. Heeft een, denk ik, toen ook gezworen om er nooit een te schrijven over de jaren 70. En kijk, wat ligt er dan op tafel? Wat we toen al wisten, zo heet het boek dat u nu geschreven heeft. De vergeten groene geschiedenis van 1972. Dat is het jaar waarover het gaat. Maar laten we beginnen bij het fragment van daarnet. Want dat is een van de gebeurtenissen uit dat jaar die u tot zekere inzichten hebben gebracht. Zeker, dat was een centrale gebeurtenis. Eigenlijk de eerste Verenigde Natie-conferentie over het menselijk milieu. En dat was een heel belangrijk moment op heel veel verschillende niveaus. Daar kwamen natuurlijk inderdaad dit soort hoogwaardigheidsbekleders spreken. Maar nog veel belangrijker was dat dat eigenlijk het moment was dat de VN aan lidstaten vroeg: onderzoek nu eens in eigen land hoe het met het milieu gesteld is. En in de meeste lidstaten was dat nog nooit gebeurd. Dus mensen hadden nooit in kaart gebracht, terwijl de meeste, zeker in de geïndustrialiseerde landen, leefden op dat moment in stinkende steden met dode rivieren. Dus het was echt heel ernstig. Hè. Er werd toen over de Rijn gesproken als het riool van Europa. Heel veel tastbare, ruikbare, hoorbare milieuoverlast. Maar dat was nog nooit systematisch in kaart gebracht. Dat gebeurde naar aanleiding van Stockholm wel. Daar wordt ook beslist, we gaan een VN-milieuagentschap oprichten. Mm-hmm. Nou, dat milieuagentschap is vandaag verantwoordelijk voor de klimaatrapporten. Mm-hmm. Het is dus eigenlijk een rechtstreekse lijn te trekken van zowel institutioneel van organisaties die het allemaal bijhouden, maar dus ook het verzamelen van gegevens op basis waarvan je beleid kan bedenken. Wat was menens eigenlijk toen al? Want ik had geen idee, begin jaren 70, wisten jullie dat? Begin jaren 70 een groot collectief bewustzijn over het milieu? Is dat niet de tijd waar dat programma De Kat werd uitgezonden? Oeh, want die was daarmee bezig. Absoluut. Ik heb mijn eerste communie toen gedaan, dus ik heb dat wel nog Dit is niet afgesproken, want jij wist dat niet, maar we hebben er inderdaad een fragmentje van klaarstaan. Ja, want het is, was daarmee bezig. De Kat is van... De Kat is in 1972 gemaakt en vanaf begin 73 uitgezonden. En heruitgezonden, want ik heb daar ook nog naar gekeken. Wat zal dat zijn dat je gezien hebt? Ja. Eens kijken waar het over gaat in De Kat. Eens was de Hollebeek zo. Toen kwam de fabriek. En de Hollebeek werd zo. Pak die kerel. Grijp die kerel. Grijp die kerel. Heerlijk. Heerlijk. Dat is heerlijk. De Megamindie. Van Alette eigenlijk. De Megamindie van toen, hè? Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar kan je dan spreken op dat moment? Okay, want je hebt dan Stockholm, de Verenigde Naties. Dat zit zelfs in fictie, jeugdfictiereeks op de VRT. Ja, dus je Suske en met, mag je dan zeggen, Suske en Wiske ook, sommige stripalbums die erover gaan. Maar kan je dan spreken van op dat moment een soort van megacollectief bewustzijn? Ja, een megacollectief bewustzijn. En dat is interessant, want natuurlijk van in de jaren 60, je had de hippies die zich terugtrokken uit de stad en die macrobiotisch gingen eten in een commune op het platteland. Maar dat waren eigenlijk altijd relatief kleine clubjes. Wel heel interessante clubjes, want vaak de eerste mensen die bezig waren met hoe kunnen we zonne-energie gebruiken. Dus veel van de dingen die we vandaag eigenlijk heel de tijd bespreken, zonnepanelen zijn voor een deel ook
niet toen bedacht, maar wel, het was een onderwerp. Mm-hmm. Maar wat daarbij kwam, was dat je dus de elite had in Stockholm. Ministers, prinsen, mm-hmm. presidenten. Heel veel wetenschappers uiteraard die er ook mee bezig waren. Maar ook in de populaire cultuur. En dus in dat jaar is er bijvoorbeeld een film van Hitchcock. En die begint met een lijk dat drijft in de Thames. Maar dan gaat het ook over hoe de Thames gaat worden opgeschoond. En dat er dus een nieuwe zuivere rivier door Londen zal stromen. Ja. Dus het zat echt overal. En over de elite gesproken, een publicatie. Want die heeft u ook bij. En dat is van, dat is ook, dateert ja. ook. Dus het rapport van de Club van Rome, Grenzen aan de Groei, dat is uit 1972. Ja. Ja. En hierin werd gezegd van ja, als we voortdoen zoals we nu bezig zijn, met groei van economie, grondstoffengebruik, bevolking en vervuiling, dan gaat het in de 21ste eeuw mislopen. Er zijn verschillende scenario's uitgetekend. Hè. Wat als er kernenergie wordt gebruikt? Wat als we dit kunnen terugschroeven? Maar dat zijn belooplaten. En eigenlijk al die scenario's die leiden dan, in de 21ste eeuw tot catastrofes. Was er dan minder discussie dan vandaag eigenlijk? Wel, er was toen ook discussie. Er waren vooral ook economen die zeiden van dit is veel te pessimistisch en je houdt er geen rekening mee dat mensen technologische oplossingen voor alles gaan bedenken. Maar intussen zijn we 50 jaar verder en zijn er technologische oplossingen bedacht? Ja en nee, maar niet ten gronde. Want ik denk dat de centrale boodschap van Grenzen aan de Groei is dat, en we spreken vandaag over de klimaatcrisis, ontzettend belangrijk, maar dat is maar één van de problemen. Je hebt het klimaat, je hebt biodiversiteit, je hebt gronderosie, al die elementen die werken op elkaar in. En die werken op elkaar in op een manier die wij eigenlijk niet goed kunnen begrijpen. Daarvoor hadden ze toen al de computer ingezet om te zien van die werken zo op elkaar in dat het dan instort. En dat is op dit moment volop aan het gebeuren. Sommige delen van de wereld staan op de rand van een ecologische implosie. Okay, want de vraag zoals is, eigenlijk hier voorspeld. Ja, wel, de vraag is nu, waar is het dan verkeerd gelopen? Want als ik u goed begrijp, en ze hadden daarop voortgewerkt en het voluntarisme was er geweest, dan hadden we vandaag wel ergens anders gestaan. Ja, maar het voluntarisme was natuurlijk ook beperkt. Er is een verschil tussen, hè, zoals in de kat, ervoor zorgen dat schandalig vervuilende bedrijven, die eigenlijk gewoon geen enkele vorm van milieubewustzijn toelieten, zelfs in de kat is dat tamelijk karikaturaal. Hè, die, maar zo'n bedrijven waren er wel, want de kat is ook echt gebaseerd op een Amerikaanse leraar die eigenlijk al die dingen die de kat doet, die zijn in het echt gebeurd in Illinois. Dus dat was, in dat opzicht was het niet eens fictie. Maar dat waren wel tamelijk extreme gevallen die men ook relatief eenvoudig kon oplossen. Mm-hmm. Namelijk wetgeving veranderen, handhaving van die wetten. En bepaalde vormen van extreme vervuiling, zoals we die in de kat zien, die zien we vandaag eigenlijk niet meer. Onze dode rivieren zijn opnieuw levend geworden. Maar er is een groot verschil tussen aan een paar kleine knoppen draaien, terwijl we intussen de vervuilende maakindustrie naar China hebben getransfereerd goed, en mensen dat daar vandaag in de smog leven. Maar dat bewustzijn, en wij zijn blijven consumeren. Wel, natuurlijk. Maar het bewustzijn was er toch om ook dat aan te pakken als ik dat allemaal lees. Wel, om dat aan te pakken, ja, maar er is ook nog een verschil tussen. Sorry, mag ik nog één ding zeggen? Wat ik herinner wat u zei in een interview ook, er was zelfs toen een republikein in de Verenigde Staten die zei, to hell with Shell. To hell with Shell. Ja, dat is vandaag ondenkbaar. Kijk, zegt die olieindustrie, ja. dat is vandaag Dat is vandaag ondenkbaar. Maar dat heeft natuurlijk ook met andere politieke ontwikkelingen te maken. Op een bepaald moment, en daar wees een Duitse minister al in de jaren 90 op, die zei van ja, ik vrees dat milieu het volgende thema wordt in de Amerikaanse culture wars. En dat is helemaal waar gebleken. En dat zie je nu natuurlijk ook. En dat is een van de grote problemen vandaag. Maar het is niet alleen maar die culture wars, want het is ook niet alleen maar de Republikeinen. Republikeinen zijn sowieso waardeloos. In dit opzicht. Nou ja, bedoel, op dit moment verdedigen ze niet eens nog de democratie. Dan ben je wat mij betreft waardeloos. Maar als je kijkt, waarom is Build Back Better van Joe Biden niet door de Senaat geraakt? Omdat er één senator tegen is. Joe Manchin van West Virginia. Waarom is die tegen? Omdat die afgekocht is door de mijnindustrie. Vorige week hebben de mijnwerkers zelf gezegd, Joe Manchin, steun Build Back Better. Die mijnwerkers beseffen, fossiele industrie is voorbij, mijnen, daar zit geen toekomst meer in, we moeten nu de transitie maken. Als Manchin tegenstemt, dan is dat dus omdat het grote geld van die oude industrie hem eigenlijk gewoon tegenhouden. Wat blijft hangen is toch wat u beschrijft. Mag ik toch spreken, concluderen? Het is een gemiste kans geweest, de jaren na de jaren 70. Ja, de jaren na die, precies. Maar ja, natuurlijk, je kan eigenlijk zeggen, 1972 is het laatste jaar van de jaren 60. De groei
waar grenzen aan moesten komen, die ging eigenlijk nog altijd door. Mensen werden rijker, werkgelegenheid was helemaal geen kwestie. Dan krijg je 1973 de oliecrisis, na de oliecrisis inflatie, werkloosheid. En dan is in zekere zin voor een deel de veer gebroken. En wat erbij komt is dat de politieke ontwikkeling op het einde van de jaren 70 en de vroege jaren 80, die ging een hele andere richting uit. Reagan en Thatcher waren niet bezig met milieumaatregelen, die waren bezig met het ontmantelen van milieumaatregelen, want die dachten, de vrije markt gaat alles oplossen. En die vrije marktobsessie, die is na de val van de muur natuurlijk nog veel absoluter geworden. En dat is het basisprobleem, dat je nog altijd ontzettend veel geld kan verdienen met vervuilende industrie, tot vandaag. Maar zijn we er vandaag beter aan toe? Want ik vroeg me af, is uw boek geen reden net om pessimistisch te zijn, omdat er toen eigenlijk meer consensus was dan vandaag? Gaan we het nu wel verzilveren, wat er aan de hand is? Wel, het zal moeten. De druk wordt natuurlijk steeds groter, omdat de catastrofes ook steeds zichtbaarder worden. Er is natuurlijk een verschil tussen één vieze rivier in een televisieserie en volledige dorpen die wegspoelen. Mm-hmm. Dus in dat opzicht, het aantal catastrofes gaat alleen maar toenemen. En dus gaat ook de druk op de politiek alleen maar toenemen. Maar dat hebben natuurlijk wij allemaal. We hebben daar een verantwoordelijkheid in wat we consumeren. Hebben we een verantwoordelijkheid. Als de boiler stuk is, koop je een nieuwe gasboiler of koop je een elektrische? Nou, we moeten een elektrische kopen. Dat moet nog veel meer uitgedragen worden. Mensen moeten minder vlees eten, moeten minder reizen. Bij voorkeur niet meer vliegen. Allemaal dingen die je zelf kan doen. En hoe meer mensen dat doen, hoe meer andere mensen dat gaan imiteren. Ik denk niet dat de oplossing van de individuele burger komt. De oplossing moet komen van grote systemen, juridisch, politiek. Maar die gaan alleen maar kantelen als wij ze de juiste richting uitduwen. Er valt alleszins wat uit te leren. En het zou zonde zijn als we hier in 2072 nog eens moeten komen zitten om een verhaal te vertellen. Alleszins. Maar het is een aanrader. Dankjewel, alleszins, Geert Pulus. We gaan kijken naar...